Goedemiddag, ik spreek met Andy Simons, pluimveehouder in Roosendaal. En Andy, vertel eens wat voor soort bedrijf hebben jullie? Wij hebben een legkippenbedrijf, een familiebedrijf. We produceren eieren, voor de consumptie. En om hoeveel kippen gaat dat dan? Wij hebben 100.000 legkippen. 100.000 legkippen, ja. Dat is voor in pluimveehouderskringen een groot bedrijf of... Het is een mooi familiebedrijf. Ja, ja, hoe kan je dat zeggen? En als je praat over familiebedrijf, dan wat betekent dat? Doen jullie het ook echt met de familie? Wij doen het, ik doe het samen met mijn vader en mijn moeder. Ja, ja. Ja, Andy, jullie hebben het groot pluimveebedrijf, 100.000 leghennen. En ja, hoe staat jullie bedrijf ten opzichte van de omgeving? Want als ik hier buiten kijk, dan zit je niet zo bar ver van de bewoonde wereld hier af, van Roosendaal, de buitenwijken. En hoe is de verhouding met de mensen in de omgeving? We hebben hier een wijk, 250 meter van ons vandaan, hebben een hele grote nieuwe woonwijk. De verhouding is zeer goed met alle buren. Wij doen één keer in het jaar open dag voor alle omgevende, iedereen die hier in de buurt woont. Mm-hmm. Laten we zien wat we doen. Ja. We sluiten niks op en we zijn open ten opzichte van de omgeving van ons. En daardoor krijg je hele goede reacties. Ja. En mensen die willen graag kijken en willen dan ook horen wat we doen. Ja, en je merkt ook dat er echt inderdaad belangstelling is als je zoiets organiseert. Ja, ja. We hebben ongeveer rond de 400-500 mensen op zo'n dag. Ja, ja. En krijg je dan ook een heleboel vragen waarop je natuurlijk antwoord moet gaan geven? Ja, je hebt natuurlijk mensen die heel kritisch zijn en je hebt mensen die niet zo kritisch zijn. Maar de kritische mensen moet je net zo goed te woord staan en moet je netjes uitleggen wat we doen en waarom dat we doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alles maar kan. Hè. Nee. Je bent ook eenmaal een bedrijf. Ja, ze moeten ook beseffen dat je natuurlijk ook dat er geld verdiend moet worden. Ja, moet ook de kosten mee verdiend worden. Ja. We doen alles om zo goed mogelijk te produceren en ook zo veilig mogelijk te produceren en voor de dieren het ook zo goed mogelijk te maken. Maar de verhouding met de omgeving is goed. Ja, dat is zeer goed. Zeer goed. We hebben hele goede contacten met alle buren en de omgeving. En iedereen is vrij. Aan de buitenkant lijkt het een heel groot bedrijf, maar wij willen het als familiebedrijf en een heel open bedrijf laten zien. Ja. Wij willen echt laten zien dat we het ook goed doen. Want dat is in het verlengde ervan, want ik zag net bij jullie dat je ook andere activiteiten organiseert, waarbij je dus entertainment. Ja, je kunt van excursie tot een kinderfeestje kun je bij ons terecht. Ja. En dan laten we mensen kennis maken met het boerenleven en ook wat we doen. En je kunt van het heel leuke spelletje doen tot serieus een excursie. En wat dieper op alles ingaan. Ja, en dat loopt dan mooi parallel eigenlijk ook met een soort PR voor je bedrijf natuurlijk. Ja, hè? Ja. Daar zijn we heel erg voor. En dat heeft mijn vader vroeger al gedaan en ik ben daar helemaal mee eens. Je moet het niet op laten sluiten. Want de oordelen komen snel omdat het aan de buitenkant groot lijkt. Ja, Andy, jij hebt zelf ook het besef dat het heel belangrijk is om de burger of de consument, hoe je noemen wil, te betrekken bij de productie zoals jullie die hier uitoefenen. Ja, ik ben ook van mening dat de meeste fouten gemaakt worden in meer onder andere in omgevingen, dat er problemen komen met de buren doordat je niet genoeg open bent en niet laat zien wat je doet. Ja. Zolang je alles laat zien aan de mensen, ook al zijn ze heel kritisch, mensen willen altijd luisteren wat je doet en hoe je het doet. Ja, en als je dat met een goede uitleg begeleidt, nou, dan ben je al een hele stap verder, hè? Ja, iedereen kan ook begrijpen dat er geld verdiend moet worden. Dat is in de grote fabrieken ook. Ja, en iedereen heeft tegenwoordig de mond vol over duurzaam en verduurzaming en dergelijke zaken. Wat doe jij daar ook iets aan op jullie bedrijf? Ja, wij drogen de mest. Van de kippen drogen wij de mest. Die mest wordt achteruit gedraaid, wordt op een tunnel gelegd. De tunnel heeft ongeveer 10 tot 12 lagen op band.
op die banden, daar zitten allemaal kleine gaatjes in. Doordat die mest op die gaatjesbanden komen liggen en de lucht er doorheen geblazen wordt, door de gaatjes en door de mest, wordt de mest gedroogd. Daardoor krijg je veel minder ammoniakuitstoot. De geur is heel veel minder, omdat je probeert binnen 24 uur de mest te drogen naar 50% droge stof. En dan krijg je het resultaat wat je nou hier laat zien. Dit is het ongeveer 5 dagen in de tunnel gezeten. Ja. Daar zit bijna geen geur meer aan. Nee, nee. En het is keihard geworden zo? Het is keihard. Ja. En dit wordt verbrand in Moerdijk. Alle pluimveehouders samen een stichting opgericht. Mm-hmm. En die stichting, dat is de stichting DEP. En die hebben een mestverbranding samen met iemand ontwikkeld. In al de mest in Nederland van de pluimveehouders, in ieder geval veel van alle pluimveehouders, wordt daar verbrand. Ja. En wordt groene stroom van gemaakt. Nou, dat is toch wel een prachtig voorbeeld van verduurzaming, kan je dan zeggen. Hè? Ja. Want waar eerst alles negatief over mest werd gesproken, is dit een prachtig voorbeeld van een nieuwe toepassing.